Yo, wat op mensen, super dat we kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we lekker potje Fortnite solo spelen. Maar niet zomaar, want we gaan lekker met Juno Armies en Settings spelen. En ik heb er nooit mee gespeeld. Ook geen creative gedaan, dat denken jullie misschien altijd. Maar dat hebben we dus niet gedaan. Het is gewoon letterlijk het eerste officiële potje met Juno Armies en Settings. Ik ben benieuwd, hier zien jullie nu even zijn settings in beeld staan. Want het zijn best wel chille settings, denk ik. Want het is exponential en ja, ik speel het liefst zelf ook exponential. En er landen de mensen bij mij. Hallo, motherfucker. Oh mijn god, dat is de eerste kill. Oh mijn god, get shit on! We hebben een Scar, we hebben een Big Bot. We are big chilling now. Yes! Hoppa, hele ding. Kom op dan, exponential, lekker. Oh, daar zie ik iemand lopen. Oké, we gaan er gewoon op af. We hebben Scar, man. Als ik nou zo ga sluipen, dan ziet hij mij niet. Hoop ik. Oh mijn god. Maar hij ziet mij wel. Oh mijn god, hij is ook weer gesniped. What the fuck gebeurt hier? What the fuck? Hij bouwt echt ziek snel. Deze sense, jongen, what the fuck? What the fuck, mate? Kom maar bij mij. Er zit namelijk nog iemand op de loer. Die ik eigenlijk wou sluipen. Hak dan dit hier beneden. Oh mijn god. Fuck jou, vis. Oh mijn god, deze laser van hem. Oh mijn god, hij stond stil. Hoppa, killetje. Ja, let's go, sniper killetje. Deze guy ziet er professioneel uit. 126 hit. Heerlijke snipe. Hier is weg, ik kan loose aan het gaan. Oké, sniper killetje uit de lucht. Ik had hem al geteld. Ja, hij is sowieso aan het healen. Waarom bouwt dit ding zo snel? Dat had je bij mij niet moeten doen, vriend. Hoppakee, jongen! Waarom ben ik zo goed op deze settings? Oh nee, ik moet een beetje wennen nog. Hé, hey, hij gaat... Hé hey joh, mijn loot joh! Hé hey joh, dat is mijn loot joh! Zat je nou zo mijn loot te stelen joh? Hoppa! Hoppa! Ik zei toch dat had je bij mij niet moeten doen? Oké, okay, jij komt ermee weg. Haha, ik vind het spannend. We gaan dit helemaal dichtbouwen en dan gaan we gewoon dit openbreken. We gaan gewoon campen alsof het... Het is World Cup. Het is World Cup, jongens. Hop, 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 hop. Denk je even leuk rond te lopen en dan... What
the fuck doet hij? Hij heeft gewoon een launchpad voor mij neergezet. Hij komt even een launchpadje bezorgen. Weet je, we gaan roteren met de helikopter. Bitches. Ho, ho. Wat een bowing skills, joh. Dit is echt moeilijk, ik zeg je heel eerlijk. Hij heeft het zo gigantisch hoog staan. Hoppa, ik heb hem. Killetje voor mij. Waarom mag niemand mij? Ik ben super hard dood. Ik ben echt super hard dood hier, want ik heb niet heel veel AP. Gast, kun jij ook even kappen met schieten? Wait till you see the. No, 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 no. Bro, schiet hem naar beneden of zo. Oh mijn god, ik wist niet dat hij stil ging zitten. Gast, sinds wanneer is dit zo stacked, man? Het is nooit zo stacked geweest. Een fucking normaal potje spelen. Hier, bitch! Hier, bitch! Kom maar, ik fight je, jongen! Oh mijn god. Ik heb eigenlijk die Big Pot ook nodig, hè? Of we gaan hem gewoon snipen, dat kan ook. Oh, nog drie mensen! Kut, ik had echt die Big Pot nodig. En hoe hard ik die Big Pot nodig had. Kom jongen, ik snipe je zo door je hoofd heen, net als je bij die andere. Gewoon little 11 kills. Alleen als de storm dichtbij is, ben ik dood. Gewoon druk zetten. Kijk mijn kogels namelijk. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh mijn god. I'm dying. Oh my god. Ik word ook gewoon wampumpt. Was ook niet heel moeilijk, moet ik zeggen. Maar ja. Deze crippler, hè. Die kwam ik in het begin al tegen. Godverdorie. Maar in ieder geval, chat. Ik heb Juno Armis in settings gebruikt. Het was. Maar. Even een klein review. Het was niet heel fijn, moet ik zeggen. Het bouwen was heel erg snel. Wat ik niet heel fijn vind. Oh mijn god, deze valt gewoon naar beneden. Dus dat vond ik eigenlijk van Juno Armis in settings. Verder, qua sensitivity om te kijken en zo, was best wel chill. Ik raakte wel heel veel schoten. Dus dat was chill, maar voor nu. Houd het helaas op. Ik ga gewoon lekker mijn eigen settings gewoon lekker gebruiken. En dan voor nu, jongens. Dank je allemaal wel voor het kijken naar deze serie. Dank je wel sowieso. Het wordt best wel goed ontvangen, moet ik zeggen. Dus daar ben ik blij om. Wie willen jullie de volgende keer zien? Laat het weten in de comments, jongens. Laat het alsjeblieft weten. Want dan kan ik sowieso een deel 4 maken. Maar dank je allemaal wel voor het kijken, jongens. Doe allemaal even een duimpje omhoog. Like ook even de video. En dan komt het helemaal goed. En dan zeg ik zoals altijd. Bedankt voor het kijken. En later.